Met de gemeenteraadsverkiezingen komt er een einde aan een raadsperiode. RTV Arnhem kijkt terug op de afgelopen vier jaar met de fractievoorzitters van de Arnhemse politieke partijen. In deze uitzending Koerzoet Bal van Denk Verenigd Arnhem. Wie bent u? Ik ben Koershoed Bal, lijsttrekker van Denk Verenigd Arnhem. Hoe lang zit u al in de politiek? Vier jaar, vier, vier jaar geleden in de raad gekozen. Waarom zit u eigenlijk in de politiek? In de politiek zit ik omdat ik uh, van de stad hou en ik zie dat er veel dingen beter kunnen. En, en, en ik voel me groepen om me in te zetten om, om een mooiere en een sterkere stad te maken. Waar bent u trots op de afgelopen vier jaar? Uw partij, wat heeft die bereikt? Nou, we hebben... Kleine stappen gezien uh, in het diversificeren van het personeelsbestand van het stadsbestuur. Uh, vier jaar geleden hebben wij dat he duidelijk aan de orde gesteld. Sindsdien, met kleine stappen, zien we daar veranderingen in. Maar het, het is pas het begin. U zegt het is pas het begin. Uh, er zijn natuurlijk in een raadsperiode ook dingen die uh, als partij gewoon niet lukken. Wat, wat had u graag nog meer willen doen de afgelopen vier jaar? Uh, diversiteit is kracht, is, is een rijkdom. Maar dat, dat moet je wel. Uh, uh, dat betekent wel dat je goed en beter samen moet kunnen werken. En, en, en dat moet stukken beter. Uh, als het gaat om evenementen, als het gaat om culturele aanbod, participatie. We zijn nog een te, te veel gesegregeerde samenleving. We moeten veel meer samenwerken. En het stadsbestuur moet daar het juiste voorbeeld in geven. Betere samenwerking. Dat is wat wij de komende tijd willen op inzetten. Ja. Wat u eigenlijk wil is dat de Raad ook veel beter samenwerkt met elkaar. En dat allemaal ten gunste van de burgers van Arnhem. Absoluut, een goed samenwerkende samenleving, dat is ons ideaal. Goed verbonden, uh, uh, veel energie, veel vreugde uh, en voorspoed. Uh, en, en het moet aangejaagd worden en getrokken worden door het stadsbestuur die het juiste voorbeeld geeft. Dus ook daar begint het en daar moeten we betere samenwerking organiseren. Dat is natuurlijk altijd de vraag: hè? politici hebben altijd uh, prachtige plannen en dergelijke. Dus ik wil ook graag van u weten: van, hoe gaat uw partij dat dan aanpakken de komende vier jaar? Nou, door eerst het voorbeeld te geven, door te laten zien hoe je samenwerkt. We hebben dat afgelopen vier, vier jaar laten zien in de raad. En uh, door nu bijvoorbeeld met twee partijen die met één lijst de verkiezingen ingaan, waarin we laten zien dat je kunt samenwerken. Door het voorbeeld te geven, het te zeggen en het voorbeeld te geven, uh, en de anderen te verleiden om het ook te gaan doen. Dat is, dat is hoe wij de komende periode veranderingen in de raad en dan vervolgens in de samenleving te werken, uh, uh, tot stand gaan brengen. U zegt dat, dat uh, uw partij eigenlijk heel erg graag de komende raadsperiode veel wil samenwerken met andere politieke partijen. Kunt u daar een voorbeeld van geven hoe u dat de komende periode gaat aanpakken? Nou, met de politieke partijen samenwerken met als doel om meer samenwerking in de stad te hebben. He, samenwerking is veel mooier. Als je niet samenwerkt kleeft daar heel veel nadelen aan. Kloven burgers die met de rug naar elkaar toestaan, partijen, coalitie, oppositie die met de rug naar elkaar toestaan. Als je niet goed samenwerkt, kan je geen toernooi winnen. Hè? Als je kijkt naar een voetbalelftal die niet goed samenwerkt, verlies je. En wij willen juist een Arnhem dat wint. Symptomen van geen goede samenwerking is eigenlijk een eenzijdig samengestelde stadsbestuur. Een andere is discriminatie. Hè? Burgers die met de rug naar elkaar toestaan, die, die elkaar niet goed kennen en dus niet goed samenwerken, gaan elkaar discrimineren. Vooroordelen. Uh, burgers uh, die in armoede leven, krijgen minder begrip. Als je samenwerkt, heb je begrip. Voor elkaar, ben je dienstbaar aan elkaar. Uh, en en zo'n samenleving wil ik.